De nieuwe Brawl Talk was natuurlijk gisteren online gekomen. En voor iedereen die mijn kanaal een beetje in de gaten houdt, die weet het wel, na de Brawl Talk mag ik zieke update video's plaatsen. Ik mag jullie namelijk alles laten zien over de nieuwe update, over de nieuwe knokkers, gewoon alles in de komende video's. In deze video mag ik jullie alles vertellen over de nieuwe skins. Dus elke skin gaan we even kijken, even mee spelen en even beoordelen. Dus dat is heel vet. Daarnaast mag ik jullie ook over de nieuwe toevoeging, hoe heette dat ook alweer? Masteries vertellen. Ja, dat is echt super vet. Dan kan je voor elke knokker individueel opdrachten voltooien en vet veel rewards krijgen. Gaan we ook even naar kijken. En je kan bij elke knokker ook een eigen profiel aanpassen. En er is nog veel meer. We gaan het allemaal behandelen. Het wordt sowieso een lijpe video. Dat is één ding wat zeker is. Oh ja, en de giveaway. Gaan we het zo meteen ook over hebben. Eerst wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes heel vet zijn. En vergeet ook niet te abonneren. Want dan blijf je ook op de hoogte van de volgende update video's. En dat is wel eventjes leuk. Natuurlijk. Maar laten we maar gaan beginnen. En dan beginnen we eerst met de nieuwe Bull skin. En dat is ook meteen de skin die ik mag weggeven. Ik vind deze er echt super, maar dan ook super bruut uitzien. Deze skin gaat 149 edelstenen kosten. Dus dat is behoorlijk veel. Ik weet de exacte datum wanneer ze uitkomen nog niet. Maar ik mag deze skin wel weggeven. En dat is wel heel vet. Het enige wat jij moet doen om kans te maken op deze skin, het is eigenlijk vrij makkelijk. Maar even abonneren op mijn kanaal. De duimpje omhoog achterlaten. En even in de comments iets reageren dat ik jou misschien kan vinden op TikTok of Insta. In ieder geval even naam. Of je kan mij ook een berichtje sturen op Insta of TikTok met een screenshotje dat je het hebt gedaan. Maar in ieder geval even ergens dat ik jou kan vinden en dat ik jou zeg maar de link kan toesturen zodat je deze skin kan claimen. Maar gewoon 7 keer mag ik hem weggeven, hè? Dat is wel echt heel bruut. Ik vind deze wel echt heel erg nice. De super, ja, het ziet er echt heel bruut uit. Ik vind dit toch wel een van de vetste skins. Ja, sowieso die kat die hij ook in zijn handen heeft. Deze skin krijgt van mij gewoon een 9,5 van cijfer. Nog geen 10, want het kan altijd beter, maar het is een hele mooie. Dan gaan we meteen door naar de volgende. En dit is Ja, dit is de El Primo skin. Die kan je in de eerste tier van de Brawl Pass vrijspelen. Hele vette skin ook. En deze kost, als je hem zeg maar niet vrijspeelt in de Brawl Pass, kost hij later, als je hem een keer wil kopen, 79 edelstenen. Maar ja, als je hem krijgt in de Brawl Pass, is het in verhouding natuurlijk goedkoper. We gaan er nog wel eventjes mee spelen. Gewoon even kijken hoe die er in game ook uitziet. Dat vind ik altijd wel leuk, want dan heb je meteen een goed beeld erbij. Eventjes slaan. De animatie van slaan. Het ziet er gewoon prima uit. Ik ben vooral benieuwd naar de super. Want dat is natuurlijk wel iets speciaals met El Primo. Dan kan je natuurlijk heel ver springen. Ja, het is gewoon een hele vet skin. Oh, en als je neerkomt, dan heb je dus ook nog een soort van vuurplas op de grond. Ik vind deze nice. Wel wat minder als de skin van net, maar ik krijg gewoon een 8 van mij als cijfer. De volgende skin is van Piper. En deze kan je dus in krachtdivisie vrijspelen voor 25.000 sterpunten dan. En dan moet je wel volgens mij wat opdrachten voltooien. Maar we kunnen er even mee spelen. Het ziet er wel echt bruut uit, deze skin. Ja, en hij is dus in principe gratis. Je hoeft er geen geld voor uit te geven. En dat is voor mij ook altijd wel een pluspunt natuurlijk. Ja, oh donders. Die kogels zien er echt heel bruut uit. Ik vind deze skin echt heel vet eruit zien. Even kijken hoe de super eruit ziet. Die kogels en die helikopter. Dit is echt de perfecte skin gewoon. En ook omdat die geen geld kost. Deze krijgt gewoon een 10 van mij als cijfer. Het is gewoon een 10 waard. De volgende skin is Detective Grey. En deze skin kost 79 edelstenen. Maar deze skin heeft iets speciaals. Want misschien hebben jullie het ook al gezien. Je kan namelijk een rode arm erbij kopen. Dat kost nog eens 29 edelstenen. Erbij op. Maar hey, het is wel een leuke toevoeging. We gaan eens kijken. Ik ga ze niet allebei testen. Ik doe even één van de twee. Want ik denk dat de animatie redelijk hetzelfde is. Ik doe nu met die rode arm. Dus in verhouding is deze dan wel net wat duurder. Omdat je hier dus net wat meer geld voor moet uitgeven. De kogel ziet er wel vet uit. Dat sowieso. En dan gaan we zo meteen even kijken naar de teleport. Hebben we hier nog iets speciaals? Ziet er wel redelijk hetzelfde uit. Is een prima skin, maar niet de mooiste tot nu toe. Krijgt een 7 van mij als cijfer. De volgende skin is van Otis. Onni Otis. En deze ziet er ook heel bruut uit. In ieder geval als ik hem nu zo zag. Deze gaat ook wel 149 edelstenen kosten. Dus dat is wel aan de hoge kant. Ik weet trouwens niet of ik het al had gezegd. Maar die Bull skin die ik mag weggeven kost ook 149 edelstenen. Dus dat zijn wel dure skins om eerlijk te zijn. Dus het is maar goed dat ik hem weg mag geven. Maar deze mag ik helaas niet weggeven. Maar deze ziet er ook echt heel vet uit. Kogels zien er nice uit. Skin zelf ziet er echt heel nice uit. Even kijken hoe die super eruit ziet. Is ook nice. In principe is dit gewoon een hele mooie skin. Krijgt net als de Bull een 9,5 van cijfer. Ik vind hem een beetje vergelijkbaar met de Bull.
De volgende skin is van Dynamike. En dit is natuurlijk in dezelfde categorie. Een beetje Chinees-achtig ziet hij eruit. Yo, die rug ziet er vooral bruut uit. Ik dacht, oh, dat is wel leuk. En dan zie je in één keer een ziek groot gezicht of zo in zijn kop. Het ziet er leuk uit. Ik ben vooral benieuwd hoe die kogels er nu uitzien. Heb je dan ook zo'n gezichtje erop? We gaan er nu achter komen, want we gaan het nu natuurlijk eventjes testen. Oh, hier valt trouwens die ding wat hij op zijn rug heeft, valt wel een beetje mee. Ja, je hebt inderdaad een soort van boze gezichtjes in de kogels die hij schiet. Even mijn super neergooien. Ja, ziet er wel nice uit. Ik vind hem wel net iets minder mooi dan de skin die ik net had. Dus hij krijgt van mij als cijfer een 8,5. Een 8,5 is nog steeds heel goed. De volgende skin is van Lola. Yo, dat zag er wel een beetje bloeddorstig uit. Ziet er wel nice uit, ja sowieso. Maar we gaan hem dus even testen. Deze skin kost ook 149 edelstenen. Dus dan weten jullie wel hoeveel edelstenen je ervoor moet uitgeven. Als je nog wat op je account hebt staan, kan je precies een beetje zien van... Hey, hiervoor moet ik mijn edelstenen bewaren of ik wil die skin hebben. Het is altijd wel tactisch om te doen. Ik zou als jullie was niet alle skins kopen. Ik doe het wel, maar het is eigenlijk veel te veel geld als je dat altijd allemaal wil doen. Dus je kan beter je edelstenen bewaren om bijvoorbeeld één leuke skin uit te zoeken. En ik vind deze zeker vet eruit zien. Ik zal mijn super er even bij gooien. Ziet er zeker bruut uit, maar het is niet de mooiste van die ik tot nu toe heb gehad. Dus deze krijgt van mij als cijfer een 8. Ik vind hem een beetje ook vergelijkbaar met die Dynamite skin die ik net had. Daarna zijn er ook nog wat skins aangepast, want Jesse was al aangepast. Maar de skins zijn nu mee aangepast. Hetzelfde als met Penny, maar dat is iets minder speciaal. Dus we gaan snel door. Bel Nani is de volgende skin en deze ziet er wel echt schattig uit. Ja, deze kost trouwens 79 edelstenen. Vind ik aan de lage kant. Ik had verwacht dat hij 149 zou kosten. Dus nou, dat is dan wel weer een meevaller. Want de animaties en zo zien er wel vet uit. En in verhouding is hij dus niet heel... Nee, is hij goedkoper juist dan die andere skins die ik net had. Terwijl dat ik deze minstens net zo vet uit vind zien. Ik vind hem geen 9,5 waard, maar ik vind deze toch wel nice. Dus hij krijgt van mij als cijfer een 9. Toch net iets beter dan de vorige skins, maar niet zo mooi als bijvoorbeeld de bullskin die ik heb gehad. De volgende is Sultan Carol. Dat is dat hij op zo'n doekje aan het vliegen is. Ja, ik ben benieuwd of hij dan in-game ook een beetje aan het zweven is. Denk het eigenlijk niet, maar we komen er nu achter. Ja, ja, het zou misschien wel kunnen. Of dat hij meer over het doekje rijdt. Ja, hij zit inderdaad wel op het doekje. Dus hij zweeft een soort van wel. Maar het is niet dat je over water heen kan gaan. Nee, dat niet. Maar wel een mooie skin. Deze skin, ik was nog vergeten te checken, kost 149 edelstenen. Kijk, ik vond die skin van net, van Nani, vond ik minstens net zo vet als deze. Maar die was toch een stukje goedkoper. Trouwens, deze super ziet er ook wel heel erg nice uit. Ja, het is gewoon een goede skin. 8,5 als cijfer van mij. En dan hebben we nog 2 skins te gaan. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp, namelijk de Masteries. Dat is echt heel nice. Maar eerst nog even de laatste 2 skins. Dit is Popstar Janet. Deze kost 79 edelstenen. Dus ook weer ietsjes goedkoper. Nu moet ik ook wel zeggen dat ik deze skin niet ultra speciaal eruit vind zien. Het is wel een mooie skin. Hij ziet er leuk uit. Maar het is niet een van de beste en vetste skins die ze op dit moment hebben gemaakt. Nou moet ik eigenlijk wel zeggen dat we ook verwend zijn. Want ze maken zulke zieke skins tegenwoordig. Ja, dat is niet normaal. Ik zal die super even aanzetten. Ah, het ziet er toch wel echt heel bruut uit hoor. Ook deze skin eigenlijk. Maar omdat ik hem toch wel iets minder vind dan de vorige, krijgt deze van mij een 7,5 als cijfer. En de laatste skin, ook misschien wel een van de vetste skins die eraan zit te komen. Dat is deze Frank skin, namelijk Geest Ridder Frank. Ja, ziet er echt ziek bruut uit. Hij kost ook wel iets meer. Hij kost 149 edelstenen. Dat is net zo duur als de skins die we hiervoor ook een beetje hebben gehad. Maar deze ziet er toch nice uit, jongen. En die slag waarmee die slaat, ziet er ook heel erg nice uit. Super! Echt heel erg bruut. Deze skin krijgt gewoon een 9,5 als cijfer. Want geen 10, omdat hij toch nog best wel wat edelstenen kost. Kijk, als een skin heel mooi is, zoals die Piper skin, en hij kost ook geen edelstenen, dan krijg je een 10 van mij als cijfer. Maar niet als je 150 edelstenen voor moet betalen. Maar desalniettemin, wel een hele mooie skin. Maar dan gaan we nu naar het moment waar jullie natuurlijk allemaal op hebben gewacht. En dat is Masteries, want dat is wel echt heel bruut. Oh ja, nog even een klein dingetje. Er zijn een aantal knokkers die weer een gouden en zilveren skin hebben bijgekregen. Gus, Gray, Chester, Sam, Buster en Mandy. Allemaal gouden en zilveren skin. Ga ik niet stuk voor stuk laten zien. Maar voor degenen die het willen weten, eventjes snel tussendoor. Maar nu naar Mastery, of hoe je het noemt in Nederland,
Meesterschap. Ja, want elke knokker heeft dat dus. Dus je kan hier met elke knokker een bepaald pad voeren. Dus op het moment dat je met de knokker speelt en je wint een potje, krijg je punten. En hoe meer punten je verzamelt, hoe groter de rewards zijn die je voor die knokker kan verzamelen. Op duur zijn het nog wel alleen maar een reactie. Je kan een spelerspictogram krijgen en een spelerstitel. Bijvoorbeeld Frank heeft de tank. Dat is toch wel bruut? De tank, jongen. En die kan je dan bij je profiel neerzetten. Gaan we zo meteen even daar kijken wat je met die de tank zeg maar kan doen. Ziet er wel bruut uit. Maar waar het voornamelijk om gaat is dat je credits kan krijgen. Je kan coins krijgen, krachtpunten, nog meer credits, nog meer krachtpunten, nog meer coins. Dus heel veel rewards die je kan krijgen. En hoe beter de knokker is, qua zeldzaamheid, hoe beter de rewards zijn. Bijvoorbeeld hier heb je een mythische. Volgens mij vanaf mythisch krijg je meer krachtpunten en meer credits. Ja, je krijgt hier meer credits en coins en krachtpunten dan bijvoorbeeld een zeldzame knokker. Dus dat is ook nice. Dus dan heb je ook iets aan de zeldzaamheid van de knokker. De rewards zijn gewoon net wat beter. En ook het verschil met de gewone knokker en met de chromatische knokker is dat je bij een chromatische knokker in plaats hier bij hier de 5800 credits krijgt. Bij bijvoorbeeld een legendarische krijg je 200 credits. En volgens mij bij een zeldzame 150 credits. Maar bij een chromatische knokker krijg je chroma credits. Dus dat is ook heel nice. En elke knokker krijg je dus een speciale reactie, spelerspectrogram en dus zo'n titel erbij. Dus dat is wel echt insane. En op het moment dat je dus wint, ga je punten krijgen. En hoe hoger de trofeeën zijn van die knokker, hoe meer punten je verdient. Ik zal even een tabel in beeld laten komen. Dan kan je de video eventjes op pauze zetten als jij wil weten op hoeveel trofeeën jij zit en hoeveel punten je kan krijgen. Maar ik zit met de meeste knokkers tussen de 750 en 799 trofeeën. En dan krijg ik 60 punten per potje die ik win. Dus als ik bijvoorbeeld met Bus dan deze chroma credits wil vrijspelen en al deze rewards die hiervoor staan, want dit zijn de beste rewards, daarna maakt het iets minder uit, want dit is meer voor de leuk, die reactie en zo. Maar de reactie die ertoe doen, dan moet ik ongeveer 100 potjes winnen. Dus bij 100 potjes winnen met één knokker heb ik alle belangrijke rewards waar je echt iets aan hebt, heb ik vrijgespeeld. Dus dat is behoorlijk veel spelen. Maar ik zou dit ook meer doen in de trant van je speelt gewoon lekker Brawl Stars en zo nu en dan speel je hier extra rewards vrij. Ik zal niet met één knokker speciaal voor deze rewards gaan, want dan word je helemaal gek. Dan moet je zoveel spelen, dat is echt niet te doen gewoon. Maar wel een hele leuke toevoeging en het maakt het spelen voor free-to-play spelers die geen geld uitgeven ook een stuk leuker, want je kan gewoon makkelijk af en toe gewoon best wel goede rewards erbij krijgen. Ga je gewoon net wat sneller naar nieuwe knokkers, want 300 credits die je gewoon kan vrijspelen is toch redelijk wat. Chroma credits ook en die coins en krachtpunten, het komt allemaal heel goed van pas, want één zo'n 2000 coins is toch weer een sterrenkracht voor een knokker. Ja, dat is toch even chill meegenomen. En ik had even uitgerekend wat je ongeveer kan krijgen als je van alle knokkers, alle coins, alle credits, alle chroma credits en alle krachtpunten hebt verzameld. Volgens mij zat ik wel net iets te hoog, maar dit is het wel ongeveer. Dus bijna 200.000 coins, ongeveer 16.000 credits en chroma credits heb je in totaal 1700. Want elke chromatische knokker kan je 100 chroma credits vrijspelen. En in totaal bijna 30.000 krachtpunten wat je kan vrijspelen als je bij elke knokker al deze opdrachten voltooit. Dat is insane. Dat is echt bizar wat de rewards. Maar ja, daarvoor moet je dus wel bizar spelen. Maar laten we nu doorgaan naar het volgende. Want wat jij met die meesterschappunten kan vrijspelen is hier aan het eind een spelerstitel. En die kan je toevoegen hier. Je hebt hier een spelerskaart. En deze kan je personaliseren zodat het er gewoon cool uitziet. Bijvoorbeeld bij Bus heb ik dan deze skin. Dus die ziet er wel nice uit. Kan bijvoorbeeld hier, ja, dus dan heb ik die skin. Kan ik, hoe zit dat bij een andere knokker met meerdere skins? Ik ga eens kijken. Oh, dat is gewoon de skin die je hebt geselecteerd. Die komt naar voren. Bijvoorbeeld, ik heb nu voor Gray heb ik deze met die rode arm geselecteerd. Die komt naar voren. Dus dat kan je niet aanpassen op je plaatje. Als je een andere wil, dan kan je bijvoorbeeld hier deze selecteren. En dan staat die op het plaatje. Dus dat kan je aanpassen. Daarnaast kan je ook bijvoorbeeld pictogrammen toevoegen. Dus als jij een paar hebt waarmee je wil flexen, dan kan dat natuurlijk. Dus nou, ik zal wel eventjes deze selecteren. Deze vind ik er wel vet uitzien. En als tweede pictogram wil ik eentje die erbij matcht. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld deze erbij doen. Dat zijn de pictogrammen die je kan toevoegen. Je kan ook nog reacties toevoegen. Gewoon puur omdat dat te ver vet uitziet.
En tot slot kan je dus ook nog hier van die teksten toevoegen. En die krijg je dus op het moment dat je een knokker helemaal hebt uitgespeeld tot zeg maar het laatste level in Masteries. Dan kan je hier deze dingen vrij spelen. Dus bijvoorbeeld de Bikkel vind ik leuk, dan kan dat. Of de Waakhond kan ook. Je kan van alles vrij spelen. En hetzelfde met je gewone profiel. Je standaard versies worden getoond voor alle knokkers zonder dat ze aangepaste gevechtskaarten hebben. Dus als jij niet zin hebt om dit bij alle knokkers in te stellen, kan je ook eentje instellen voor alle knokkers. En dan heb je gewoon hier hetzelfde voor alle knokkers en de skin die je dan hebt ingesteld. Dus zo, alle knokkers worden op deze manier gepresenteerd. Met natuurlijk dan wel hun eigen skin die je op dat moment aan hebt. Dus dat is wel erg leuk. Daarnaast is je profiel ook helemaal veranderd. Mijn favoriete knokker, dat kan je dus aanpassen. Dat kan je hier selecteren. Je kan de kleur aanpassen, vrijmaken. Dat komt trouwens al. Je meesterschap, dat wordt nu weergegeven. Het ziet er allemaal gewoon net wat beter uit en wat cooler allemaal. Gevechtskaarten, dit kan je dus ook aanpassen. Oh, je reacties en zo. En je tekst kan je dus ook op je profiel laten weergeven. Dus dat zijn een beetje de dingen die qua layout zijn veranderd. Wel leuke toevoegingen. En dan denk ik dat we bijna alles hebben gehad, maar nog niet helemaal, want we hebben nog balance changes. Er zijn nog een aantal knokkers beter geworden en een aantal knokkers die minder zijn geworden. We gaan eerst even kijken naar de knokkers die minder zijn geworden. Ik dacht dat ik er al was, maar nee, nog niet. De eerste knokker die minder goed is gemaakt is Gray, want Gray was vooral met de teleport dat je teammates in één keer bas kon laten teleporteren, veel te overpowered. Nu is het zo dat als jij je super inzet met Gray, dan kunnen teammates niet meteen teleporteren. Dat duurt even een paar 1-2 seconden en dan kan je als teammate teleporteren. Want eerst was het gewoon veel te overpowered. Dan kon je in één keer met je drieën gewoon in één keer naar iemand toe en dan had je die gegarandeerde kill. Dus dat was inderdaad wel overpowered. Dus goed dat ze dat hebben aangepast. De volgende knokker die minder goed is geworden is Sam. De super van Sam doet in plaats 1400 damage 1200 damage. Dus 200 damage minder voor de super van Sam. Ook goede aanpassing, want Sam was echt veel te goed. En de laatste knokker die minder goed is gemaakt is Otis. Otis heeft 200 levens minder gekregen. Dus gewoon iets minder HP voor Otis. 200, dat is ook nog wel te overzien. Maar dan gaan we nu nog kijken naar een paar knokkers die beter zijn geworden. Sandy heeft namelijk iets meer attack damage. Namelijk van 860 naar de 900. Dus 40 damage meer voor Sandy. En Byron heeft iets snellere reload speed. Waardoor je sneller achter elkaar kan schieten. Namelijk eerst was dat 1600 milliseconden. Het is nu 1450 milliseconden. Dus in totaal is er 150 milliseconden vanaf gegaan. Ja, ik denk de meeste spelers zullen het verschil niet merken. Maar misschien de echte pro's wel. Dus je kan iets sneller achter elkaar schieten. En dan is er nog één knokker die is aangepast. En die zal ik meteen eventjes laten zien aan jullie. Dat is het makkelijkste. Want Bo had altijd de gadget waarmee je zeg maar je super kon opladen. Dat is er niet meer. Er is nog wel een gadget die ervoor zorgt dat je super sneller wordt opgeladen als jij damage doet bij iemand. Dus nu zet je je gadget in. Het is een token en de HP gaat langzamerhand naar beneden. Jullie zien dat de super nu niet wordt geladen. Maar als ik nu damage doe, krijg ik twee keer zo snel mijn super. Dus nu zit ik op de helft. Dan dat ik buiten de cirkel zit. Kijk, nu krijg ik dus minder van mijn super op het moment dat ik zeg maar binnen de cirkel zit. Dus op het moment dat jij binnen de cirkel bevindt, krijg je gewoon sneller je super. Volgens mij wordt het dan met 50% sneller opgeladen. Dus ja, die gadget van Bo is wel echt een stuk minder geworden. Dus eigenlijk vind ik Bo ook eigenlijk minder geworden. Maar dat waren alle aanpassingen. Voor de rest hebben we natuurlijk heel veel nieuwe maps. Er zijn nieuwe sprays. Er zijn nieuwe profiel icons bijgekomen. Er zijn nieuwe pins. Echt zoveel andere dingen die allemaal nieuw zijn gekomen. Maar dat behandel ik allemaal niet in deze video. Want dat wordt echt te veel. Dan moet je dan maar binnenkort zelf ontdekken wat allemaal nieuw is in Brawl Stars. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. Als je dus kans wil maken op deze bullskin, vergeet niet te abonneren. Even dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bows.nl voor de Bows Army kleding.